beetje mop, een stekenstrop, een grapje. En die is aanwezig. Is een super stunt op jou gemunt als schatje. En die is weer bezig. Yes. Hi, ik ben Andy. Ken je die nou nog niet? Groot in het gollen, altijd wat te dolle. Hi, ik ben Andy. Ken je mij nou nog niet? Groot in het gollen, altijd wat te dolle. Na, 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 na. Na, 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 na. Andy. Het wc-papier fiasco. Ik weet het, ik zit op een bot en overal hangt wc-papier. Maar dit is niet wat je denkt. Echt niet. Soms dan hebben de grootste grappen de grootste consequenties. Haha, heel grappig. 8, 9, 10. En daar gaat hij. We zijn erg in je teleurgesteld, Andy. Je vader en ik worden niet alleen op het matje geroepen bij directeur De Rosa op de laatste schooldag. Welke idioot maakt er nou een vistikmozaïek op de muur van de kantine? Die grappen van jou lopen de laatste tijd de spuigaten uit. Weet je, terwijl ik de tartaarsaus van de muur poetste, wist ik het. Deze zomer is het tijd. Hè? Nee, ik wil niet naar de padvinders zomerschool. Ik ben te gevoelig. Dat overleef ik nooit. Al die takken tegen elkaar aanwrijven om vuur te maken en al die knopen. Alsjeblieft, nee. Nee, Andy, we sturen je niet naar de padvinders zomerschool. We vinden het tijd dat je een zomerbaantje neemt. Zo, je dagen als luie parasiet met een lintworm zijn voorbij, hè? Nee. Nee! Oh, houd toch op. Zo erg is een baantje niet. Trouwens, denk eens aan al het geld dat je zult verdienen. Ah. Dit is cool. Dit wordt de zomer van Andy. Jammer dat je een sukkel bent zonder enige ervaring. Ha! Dat had je maar gedacht, spinnenpoot. Werkgevers staan in de rij voor zo'n jonge alleskunner als ik. Er komt net een partij vliegenpapierlijn binnen, Andy. Zet jij het even in de voorraadkamer? Yes, sir! Je bent ontslagen! Mag ik wel een referentie? Ja, meneer Breedband. Nee, meneer Breedband. Ja, ik zag het hem. Heel goed. Komt die mafkees dan nooit uit zijn kantoortje boven? Nee, en daar zou ik maar blij om zijn ook. Nou, luister goed naar me, Andy. Maar 2 kopjes popcornmais per keer. 1 korrel meer en hij loopt over. Oké? Oké. Jij ook? Jij nare jongen, lachgas stoppen in de zuurstofflessen van onze bewoners is niet grappig. Je bent ontslagen. Het is hopeloos. Ik doe zo verschrikkelijk mijn best, maar... Laat maar. De ijzerwinkel en de bioscoop hebben al gebeld. Wie ga je nu pesten? De bejaarden? Huh? We zullen je dus beter in de gaten moeten houden. Je zult hem een baantje moeten bezorgen op de papierfabriek. Nee, dat is onmogelijk. Ja, wij hebben geen tijd. Wij kunnen niet op Andy letten, want wij moeten Oost-Kukkel opruimen voor de 10 aantrekkelijkste stadjes van het land competitie. Ja toch, Jen? Mam, ik zei toch, deze zomer wil ik perfect bruin worden. En ik zei toen dat ik dit jaar extra hulp nodig heb. West Koehoef heeft de afgelopen 2 jaar de top 10 gehaald... en ik ben niet van plan om hun commissieleidster, mevrouw Braan... het genoegen te gunnen op een derde jaar. Bovendien herinner ik mij een zeker iemand... die zonder toestemming de auto leende... en kon kiezen tussen mij helpen of een maand huisarrest. Goed. Het zal wel. Nou, ik snap niet waarom je al die moeite doet... tenzij er zo'n 3000 stadjes in het land in de as worden gelegd. Anders komt Oost-Kukkel nooit in de top 10.
Hé, ik heb een ideetje. Je regelt voor Andy een baan in de fabriek en daarmee uit. En je hebt het mis over Oostkukkel. Als Jen en ik klaar zijn, herken je het niet terug. Ja toch, Jen? Ja, ja. Oké, ik zal morgen wel kijken wat de mogelijkheden zijn. Of ik zoek een andere baan. Hallo? Oh, hallo, zuster Panda Rutnam. Hoe gaat het vandaag met de senioren van Oostkukkel? Ik zou maar oppassen, mevrouw Braan. Nog even en u zingt heel wat toontjes lager. Is het niet geweldig? Oh ja, ik ben zo blij dat ik op straat sta met mijn moeder en niet bij het zwembad met mijn vriendinnen en een jongens kijk. Mooi, eens kijken wat er gedaan moet worden. Een wasbeerprobleem. Weet je het wel zeker? Volgens mij was het een rat met zwarte ogen. Nou, laten we de handen maar uit de mouwen steken. Alsjeblieft. Fijn. Ik voel me als een voetveeg en nu mag ik er ook nog zo uitzien. Bedankt, cipier. Hier is Jen shampoo, haarspray, haargel en natuurlijk haar haarconditioner. En hier is de lijm, olijfolie, oranje verf en salsa. Jen's haar is echt toe aan een opknapbeurt. Pap! Het is voor mekaar. Je hebt nu een tijdelijke baan in de kwaliteitscontroleafdeling van de papierfabriek. Wie weet, misschien gaat het wel heel erg goed. Ja, goed. En Andy, koop voor Jen maar nieuwe shampoo, oké? Ja, pap. Dit is vreselijk. Dan word ik de hele dag in de gaten gehouden. Ach, je moet het positief bekijken. Nee, ik meen het. Je moet het positief bekijken. Anders ga je er van ellende aan onderdoor. Geen beter begin van een productieve dag dan het eten van een donut. Eerst mag je een video zien, Andy, en daarna leid ik je rond. Welkom bij Dus je wilt werken in de papierindustrie. Weet je nog dat ze zeiden dat computers papier overbodig zouden maken? Nou, ze hadden het mis. Een krant wordt niet alleen gebruikt voor de Oostkukkelse kakel. Hij heeft veel meer functies. Probeer je schoenen maar eens te drogen met een computerchip. En wat dacht je van papier voor enveloppen? Daar versturen we brieven mee. We bewaren er kleingeld in. Of een lokhaar van je geliefde. Dat wil ik er per se nog wel eens zien doen. Computers kennen geen liefde. Computers hebben geen gevoel. Wat zegt u daarvan, meneer Gates? Dus, geef papier een kans. Nu, meer dan ooit. Wat zit hier? Nee, Andy, ga daar weg. Hup, 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 hup. Het is in orde. Deze jongen hier is een nieuwe werknemer. Hup, 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 hup. Cool. Niemand mag daar naar binnen, Andy. Het is beter beveiligd dan de kinderkamer van prinses Amalia. Wat is daar dan? Goud? Of aliens? Gouden aliens? Ze werken daar aan een nieuw soort toiletpapier. Het is topgeheim. Ach, kom op, vertel het mij. Je eigen vlees en bloed. Nou, die informatie kan niets of niemand mij ontfutselen. Pap! Nou, vooruit. Ze experimenteren met verschillende soorten wc-rollen. Er wordt zelfs gefluisterd dat sommige een halve meter breed zijn. Waarom? Nou, ik denk omdat, mensen zijn, als je erover nadenkt. Wacht, weet ik veel. Dit is zo vernederend. Ik weet zeker dat je de kinderarbeidwet overtreedt door me hier toe te dwingen. Mevrouw Larkin, ik ben blij dat we u treffen.
dat zijn de juryleden voor de komende competitie. Ja. Meneer en mevrouw Swift. Oh, en dit is hun zoon Blake. Mevrouw Larkin is de drijvende kracht achter de commissie die Oostkukkel verfraait. Oh, nee maar. Het is maar genoeg. Oh, dit is mijn dochter Jen. Ik ben zo blij dat ik Oostkukkel mag verfraaien. Mams, paps, ik ga naar dat cafeetje daar. Doei. Het is zo verfrissend om een jonge meid te zien die met liefde haar tijd geeft om haar stad te verfraaien. Ik heb zojuist nog een... Heeft Blake al een vriendin? En dit is jouw werkplek. Oké, wat moet ik doen? Is het volledig wit? Ja, het is wit. Dat is dus je werk. Zorg ervoor dat alle papier net zo is. Dat is het. Een eitje. Ik bedoel, een papiertje. Grappen maak je maar in de kantine. En nu aan het werk. Luister, Andy. Ik moet een gezin onderhouden en ik wil mijn baan houden. Dus alsjeblieft, geen grappen hier. Vergeet niet, je bent hier dus om even te stoppen met die grappen van je, oké? Jij zult trots op me zijn, pap. Ik word de hardste werker van de hele fabriek. Vals alarm. Nee, wie? Man, wat een dag. Ik zit hier pas een uur. Tijd voor een pauze. Man, deze baan is nog saaier dan het politieke debatkanaal. Hoe hou ik mezelf nou wakker? Ze experimenteren met verschillende soorten wc-rollen. Er wordt zelfs gefluisterd dat sommige een halve meter breed zijn. Eindelijk. Ik rammel. Vergeet niet, je bent hier dus om even te stoppen met die grappen van je, oké? Ja, tuurlijk! Ah! Blake! Hier zo! Hoi! Oh, cool, Jen! Heel cool! Zoals ik al zei, dit wordt de grootste wc-papiergrap die ooit is uitgehaald. We pakken je zus Jen in voor het schoolgebouw. Groter. Directeur De Rosa's huis. Groter. Wat? Wat? Ik word gek van de spanning. Op een dag gebeurt het. Je bedenkt het plan van je leven. In de toekomst, wanneer iemand een rol wc-papier ziet, dan zegt die Andy Larkin. Wat wij in wc-papier gaan inpakken, is de hele school. Wow! Kalm aan, mijn bonzend hart. Maar dat vraagt wel om een heleboel wc-papier, hoor. Om precies te zijn, niet meer dan één reusachtige rol. En ik weet waar we die kunnen vinden. Eerst moeten die twee gorilla's nog even weg bij die deur. Tijd voor operatie Megarol. Beveiligingsalarm, beveiligingsalarm. Een indringer is gesignaleerd in zone 3... die stiekem onze superabsorberende triple gevouwen type nummer 7 test. Wil de beveiliging zich melden bij de wc op de tweede verdieping? Hop, 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 hop. Nee, hè? Help! Oh, ik heb me aan papier gesneden. Ik moet onmiddellijk naar de eerste hulp. Hop, 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 hop. Oh, dat was het over. Ah, het is een verband. Die twee zijn goed. Ha 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 ha!
Er moet toch een manier zijn om ze weg te krijgen? Salami met mayonaise. Huh? Daarheen! Aan de kant! Kom mee, dit is onze kans! Maar ik heb mijn broodje nog niet op! De TPX nummer 2. Oh, alsof je hem voelt! Die reuze fluwelen zachtheid. Dat is de laatste struik. Hoe gaat het bij jou, Jen? Je moet het verspreiden over het hele plantsoen. Deze aarde stinkt. Hebben we geen aarde die lekker ruikt? Oh, hallo, Blake. Hallo, mevrouw Larkin. Ik heb grote bewondering voor vrouwen die niet bang zijn voor vieze handen. Hoi, Blake. Oh, schattig. Uw kleine meid is lekker in de modder aan het spelen. Nee hoor, dat is mest. Ah! Doei. Schiet nou op, Jen. Die mest gaat niet vanzelf in het plantsoen liggen. Hiervan moet ik naar de wc. Doe mij een lol en geef geen details, Danny. Vooruit, we gaan dit schatje opstarten. Afmeting per vel. 1 meter bij 1 meter. Niet te groot, niet te klein. Rollengte. 4 kilometer is genoeg. Hou je perforaties maar goed vast. Als kleine jongen kon ik alleen dromen van een wc-rol als deze. Ik heb een vraagje, o machtige achterwerkverzorger. Hoe denk je eigenlijk dit geval hier weg te krijgen? Is al geregeld, Danny Boy. Precies op tijd. Dit meen je niet. Wow. King Kong heeft het zeker aan zijn darmen. Ik denk niet dat jouw auto een rol van dit formaat aan kan. Geen zorgen. Mijn schatje is veel sterker dan het lijkt. En achteraan. De Swifts praten nu al eeuwen met de burgemeester. Het duurt pas 5 minuten. Oh, we moeten in die top 10. Zal het lukken, El? Oh, ik hoop dat er niks fout gaat. Weet je zeker dat Andy op de papierfabriek is? Hij is veilig aan het werk. Dit is helemaal jouw moment. Hoi, Blake. Er is een natuurfilmfestival gepland volgende week in de bioscoop. En ik dacht dat we misschien samen konden gaan. Waarom zou ik met jou naar de film willen gaan? Jij bent nog een kind. Ik wil Oostkukkel verfraaien. Saai. Hey, raap dat op! Oeh, het kleine meisje is boos. Kijk eens wat een boos pruilend lipje. Nooit gedacht dat ik dit tegen jou zou zeggen, maar goed gedaan, broertje. Hey, hang je lekker, boomknuffelaar. Je lijkt een beetje afgeweegd. Behalve die keer dat Leeg zijn bovenlip over zijn ogen trok, was dat het coolste wat ik ooit gezien heb. Net wat ik dacht, eentje van ons. Jij zit flink in de nesten, jongen. Ik ben zo woedend. Met die wc-rol door ons prachtige stadje heb je alles verpest. Mevrouw Larkin, ik moet zeggen... Alsjeblieft, ik kan het uitleggen. Dat is niet nodig, mevrouw Larkin.
Hoe u tot dit prachtige resultaat bent gekomen is niet belangrijk. Het eindresultaat telt. Wat een opmerkelijk idee. Gebruik de belangrijkste stadsindustrie om de stad zelf te verfraaien. Ik vind het eruit. We zijn eruit. Oostkukkel komt zeker in de lijst van de 10 aantrekkelijkste stadjes van het land. We wilden eerst West-Koehoef weer kiezen, maar uw wc-papierdecoratie is te goed. Ik begrijp niet precies wat er net gebeurd is, maar blijkbaar kom je er vanaf met grote complimenten. Ach, maar dat betekent nog niet dat je zelf de rotzooi niet op mag ruimen. En dit is de laatste grap die jij ooit nog hebt uitgehaald. Niet helemaal. Hop, 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 speciale bezorging.